Dag Marco, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Je familienaam is Nash. Kan je even uitleggen hoe dat je daaraan gekomen bent? Ik ben opgegroeid en opgevoed enkel door mijn moeder. Mijn moeder is boogschutter van horoscoop. En Nash is eigenlijk de lichtste ster in de boogschutter aan de hemel. En ik ben van Duitse afkomst en naschen is snoepen en ik ben verzot op snoep eigenlijk, dus het paste eigenlijk super bij mij. Ja, mooi verhaal. Een tweede vraag van mij is, waar ben je bang voor? Spinnen, slangen, reptielen, van die beestjes moet ik niet zoveel hebben. En dan een laatste vraag voor jou is, wat was het meest romantische moment in je leven tot nu toe? Dat ik ontvoerd werd in een limousine, dan op een groot uitgestrekt landschap met allemaal kaarsjes en dan een picknick in het donker, 's avonds. Amai, ja, dat is wel heel romantisch. En dan heb ik nog twee heel korte vraagjes voor jou. Waar zou je graag op vakantie gaan? Naar Italië of toch liever naar een exotische plaats in Afrika of Zuid-Amerika? Italië. Voor zowel vakantie, meestal goed weer, en de mode. Hè. En dan een andere vraag, sneeuw of zon? Zon. Ja, ik hou niet zo van sneeuw, de koude. Ik trek liever t-shirts in plaats van dikke winterjassen. Oké, dan is het hopelijk snel terug zomer. Dankjewel voor dit gesprek. Ja.